Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ben nog in Amsterdam, zoals je kan zien. Ik ga eerst even aan het werk. Dan ga ik naar het tuincentrum, want ik moet even een cadeautje ophalen, uitzoeken en ophalen. Want ik heb vanavond de verjaardag van een vriendinnetje van mij. Super gezellig. Zij heeft ook jaren in Amsterdam gewoond, maar ze is verhuisd naar Haarlem inmiddels. En ja, daar ga ik heen vanavond. Super gezellig. Haar vriendinnetjes komen ook en heel veel ken ik daarvan ook. Dus dat wordt helemaal leuk. Pip gaat ook mee, want die wil ik niet alleen thuis laten nog. De dierenarts zei afgelopen woensdag dat het allemaal hartstikke goed eruit zag. En dat hij niet meer terug hoeft te komen. Maar ik vind hem af en toe nog wel misselijk. Hij eet nog niet zo goed. Dus ik heb hem liever bij me, zodat ik weet wat er met hem gebeurt. En hij is meer dan welkom volgens Brie. Dus hij gaat gezellig mee. En ik ga jullie dus eerst even meenemen naar het tuincentrum. Daarna ga ik even een paar uurtjes werken, wat minder interessant is, dus dat ga ik niet filmen. En dan laat ik jullie even zien wat ik aan heb. En dan gaan we naar Haarlem. Let's go! En we zijn er. Nou, dit is het geworden. Ik wil hem niet helemaal in plastic wrappen. Vind ik een beetje zonde van al het plastic. Dus zo vind ik hem cute. En terwijl ik mijn nagels aan het lakken ben, krijg ik echt een aantal fantastische PR-foto's binnen. Kijk dan, hoe goed. Dit is het pakketje wat binnengekomen is ter aankondiging van een nieuwe rosé. Van dit merk. En veel pakketjes komen nu in Amersfoort aan, omdat ik mijn tijd een beetje split. En het een grotere kans is dat er iemand de deur open doet in Amersfoort. Dus vandaar, maar ik ben er niet. En dit is natuurlijk vers, dus het moet in een vaas. En daar moesten eerst foto's van gemaakt worden, dus... Ik krijg het pakketje, althans mijn moeder zei dat het pakketje binnengekomen was. En vervolgens krijg ik zonder te vragen dit binnen. Helemaal perfect, gestaged alles. Dus die kon ik zo één op één overnemen. En met een leuke tekst gewoon online plaatsen. Er zat zelfs een unboxing video bij. Helemaal fantastisch. Dankjewel mama, dat scheelt mij weer een hoop tijd. Dit is wat ik aan heb vandaag. En wat ik zo meteen ook aan heb. Dus deze top. Hij is wat langer, maar ik heb hem in mijn broek gedaan. Met deze super mooie riem. Zo kun je hem beter zien. Deze laarzen. Met een kleine hak. En deze jeans. Daar draag ik waarschijnlijk een jasje overheen. Het is een pizza en bubbels bij haar thuis. Dus gewoon casual. Super relaxed. Dit dus. En ik zal even het jasje erover aandoen, zodat je kan zien hoe dat eruit ziet. En met het jasje ziet het er dan zo uit. Stelt het net even wat meter af met deze mooie ritsdetails. Knopjes. Dus dat maakt de outfit of de casual evening. Super mooie laarzen ook. Heel blij mee. Let's go. Oké, ik denk dat ik alles heb. Dit tasje gaat mee voor Pip. Dan kan hij lekker in slapen. Ze eten en drinken zitten hierin. Dit is het tasje wat ik meeneem. En geurtje. Eens even kijken. Ik denk dat dat de Bulgari gaat worden. Deze. Yep. Bepakt en bezakt. Zo. Ben je er klaar voor? Gaan we naar Brie? Zit lekker zo, hè?
Je hebt wel nog ruim genoeg ruimte. En je zit gezellig naast een plant. Nou, let's go. We zijn er. Kom je eruit? Kom. Let's go. Pip die eet een beetje moeilijk de laatste dagen. Niet als in dat hij het niet kan, maar hij wil zijn brokjes niet meer. En ik heb nu een zakje mee van nog van gisteren, wat ik mee had naar Haarlem voor hem. Zit ik dus met de hand te voeren en dan eet hij het dus wel, hè. Het is echt prins Pip. Maar goed, alles om te laten eten. Dat is toch ongelooflijk. Lekker Pip. Hij weigert het uit zijn bakje te pakken. Nou, doe het maar zo. Morning, het is zaterdagochtend en het was gisteren heel gezellig. Ik heb wat hele kleine beelden gemaakt, maar voor de rest eigenlijk niemand gefilmd. Ik denk dat we met z'n 12 waren, zoiets. Dus ja, het was hartstikke gezellig. Daarna naar huis gereden. Iedereen vond Pip ook geweldig, vooral de twee kindjes van Brigitte. Dus dat was heel erg lachen. Die hebben nog even met hem gespeeld dat ze naar bed moesten. En nou ja, s'avonds was het echt super gezellig. Dus ja, hele leuke avond gehad. Ik heb vanochtend het huis schoongemaakt en ik ga zo weer richting Amersfoort. Ik heb even gewacht, want er is wederom een ongeluk gebeurd op de A10, de ring. Er staat geloof ik 3 kwartier file. Dus dat is een beetje zonde van je tijd. Heb ik even afgewacht. Ik ga nu even de vaatwasser uitruimen. Heel interessant. En dan pak ik de auto en dan rijden we weer naar Amersfoort. Heb je mee? Dag Geert. En Ineke. En Snuffy. Jij. Pip mee, hè? Ja, Pip mee. Ik ga nog even laten zien wat ik aan heb vandaag. Oké? Dit is wat ik aan heb vandaag. Deze top. En die is lekker doorzichtig, want het is best wel warm buiten, merkte ik met het uitlaten van Pip. Geen jas nodig, dus dan doe ik even lekker dit aan. Jeans weer eronder met riem en gemakkelijke schoenen. Zoals je ziet, want ik moet nog even met Pip lopen. En ja, ik ga weer reizen, dus altijd makkelijk die sneakers. Oké, okay. Let's go. We zijn er. Even kijken naar je fans. Dit is trouwens het tulpenboeketje in real life. Ze zijn er niet heel best aan toe meer. Helaas, maar dat komt ook door de manier van opsturen. Natuurlijk is een kartonnen doos. Maar het idee is leuk. En mijn moeder heeft wat andere bloemetjes bijgedaan. Zodat het toch nog een volwaardig boeketje is. Dus helemaal cute. Good morning. Waar zijn de heren? Dat is mij daar. Snuffy. Pippi. Ik hoor wat. Ja hoor. Daar zijn ze. Nou, kijk dan. Deze wordt ook echt elke week mooier, joh. Prachtig dit. Echt heel erg mooi. Pretty. Big, 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 big
aangekomen bij het UMC. Klaar voor de 6-maandelijkse dermatologie check-up. Zo, ik ben aangekomen in het zonnige Amsterdam. En ik moet heel even iets checken, want ik maakte net iets heel bizars mee op de snelweg. Ik reed de A10 op, de ring A10. En toen dacht ik dat ik een file in zou komen. 4 baans waar je mee samen moet voegen. Maar die 4 baans reden ongeveer stapvoets met daarvoor een politiemotor. Dus nou denk ik dat Extinction Rebellion gedoe weer bezig was. Echt een stelletje levensgevaarlijke maloten. Omdat die natuurlijk altijd op de Zuidas staan. En dit was richting de Zuidas. Nou, daar staat nog niks over in. Misschien later. Oké, ik rij eventjes de auto de garage in. En dan ga ik nog wat leuke dingen doen. Maar dat laat ik jullie zo even weten. Ik rij even de garage in. Zo, lekker donker hier. Ik kan mijn zonnebril wel weer afdoen. Oké, ik hou eerst even mijn koffers eruit. Anders dan krijg ik de achterdeur niet meer open als ik de auto geparkeerd heb. Tot zo! Zo. We zijn weer in Amsterdam. Ja, zijn we thuis. Jee. Zo, we zijn inmiddels weer een uurtje verder. Ik heb geen idee wat er op de snelweg aan de hand was. Maar hij werd leeggeveegd. Dus A10, ring. Er waren wel wat politiehelikopters ook die hier rondcirculeerden. Dus misschien dat we vanavond nog iets horen wat dat precies was. Ik heb nog even een uurtje gewerkt. En ik ga nu weer de deur uit, want ik ga even een drankje doen, afterwork drink, met Jorna. Die woont hier in de buurt, gezellig. Eigenlijk zouden we met z'n drieën gaan. Hugo zou ook meegaan, die woont hier ook in de buurt. Maar die is verkouden en die wil mij niet aansteken, dus die gaat niet mee. Dat betekent dat ik met Jorna ga, gezellig. Pip gaat natuurlijk ook mee. We gaan eventjes een drankje doen hier in de buurt. En ja, heel gezellig. Wat ik vanavond met het eten ga doen, weet ik nog niet. Misschien dat we daar een hapje pakken. Ik heb thuis ook nog wat liggen, dus ja. Oh ja, ik wil jullie ook nog eventjes updaten over de dermatoloog waar ik geweest ben. Maar dat ga ik morgen even doen, want ik moet nu echt de deur uit. En ik zal jullie even laten zien hoe het er hier in de buurt uitziet, waar we wat gaan drinken. Het ziet er alles heel gezellig uit. Jammer dat het zonnetje niet schijnt, dat we niet het terras op kunnen, maar ja, dan zitten we gewoon gezellig eventjes binnen. Let's go! Kom in. Kom maar. Laat maar gaan hoor, dankjewel. Ja hoor. Ik niet. Ik vind het wel lekker. Tadaa. Ik weet het niet. Ben jij een snackie? Ben jij een snackie? Kijk eens. Oeh, dag. Morning, het is donderdag vandaag. De laatste beelden die jullie gezien hebben waren van gisteravond. Toen ik drankjes ging doen met Jorna. We zaten eigenlijk zo lekker dat we besloten om daar ook nog eventjes een hapje te eten. Dus we hadden een heerlijk tapasplateau besteld. En ja, het is allemaal vrij simpel daar. Want het is gewoon een eetcafeetje in de buurt. Maar super gezellig. Lekker gegeten, lekker bijgekletst. En ja, het was eigenlijk een heel leuk einde van de dag. Pip was natuurlijk gewoon mee. Ik had zijn eigen eten meegenomen en ze drinken. Dus die vermaakt zich prima in zijn reistasje.
daarna nog even uitgelaten. En dan weer naar huis gegaan. Heb daarna ook nog wat werk gedaan. Wat echt eventjes af moest. En vandaag is gewoon een dagje thuis. Een dagje werken. Ik moet ook nog deze vlog monteren. Dus dat ga ik zo meteen doen. En ik zou je nog even vertellen over de dermatoloog. Waar ik geweest ben. Omdat ik immuunsuppressen slik. Dat betekent dat mijn immuunsysteem kunstmatig onderdrukt wordt. Omdat ik natuurlijk 2 donorlongen heb. Moet ik ook heel erg uitkijken met UV-straling op mijn huid. Want gemuteerde huidcellen worden niet gecorrigeerd door mijn eigen afweersysteem. En dat betekent dat de kans groot is dat je huidkanker krijgt. Dus dat wil ik natuurlijk niet. Vandaar dat ik sowieso onder strenge controle sta. En dat is ook de reden waarom ik 365 dagen per jaar zonnebrandcrème draag. Altijd. Ik kom bijna niet in de zon. Vind ik niet heel erg. Want het is ook gewoon niet goed voor je. Wat ik wel hoorde, en dat vind ik wel even een dingetje wat ik graag wil benoemen hier. Ik hoop dat de kijkers van mijn vlog wel zo verstandig zijn en wel goed na kunnen denken. Maar er is een aantal mensen, en dat zei de dermatoloog tegen mij, daar maken ze zich heel erg zorgen over. Die echt nepnieuws op social media verspreidt en mensen bang maakt voor het gebruik van zonnebrandcrème. Dat dit gevaarlijk voor je zou zijn, dat er gifstoffen in zouden zitten. En dat je vooral geen zonnebrandcrème moet dragen als je de zon ingaat. Nou jongens, dat is natuurlijk echt het allerdomste advies wat je aan kan nemen van mensen die daar echt ook geen enkel verstand van hebben. Luister alsjeblieft naar medische adviezen, artsen en mensen die hier al jaren ervaring mee hebben. Draag zonnebrandcrème en zorg dat je niet verbrandt. Want als het nu niet misgaat, kan het over tientallen jaren alsnog misgaan. En veel zonlicht op je gezicht maakt je ook gewoon lelijk en oud. Dat wil je ook niet. Dus vandaar dat ik dat nog eventjes aan wilde kaarten. Ik wist niet dat het probleem zo groot was. Ik denk dat waarschijnlijk wat jongere mensen heel erg door beïnvloed raken. Maar het is wel heel ernstig dat er types zijn online die dit soort gevaarlijke nepinformatie verspreiden. Dus dat wilde ik toch nog eventjes benadrukken. Draag je SPF. Zorg ervoor dat je je beschermt. En geniet maar met mate. Dan blijft het gewoon goed gaan. Mijn huid zag er gelukkig goed uit. Dus ik hoef volgend jaar pas terug te komen. En daar ben ik heel erg blij mee. Wat ik al zei, vandaag een thuiswerkdagje. Dus ik ga lekker aan de slag deze vlog monteren. En ik zie jullie in de volgende vlog aanstaande maandag. Bye!